biefstukken van de haas. 2 kilogram gehakt. Moet ik weer ballen maken. Heb je het weer moeilijk, kokkie? Met de asperges. Hé. Hey. Dan Davy. Ik vroeg je wat. Dat je mij helemaal met toet en je wilde boskat. Ik zal je met je eigen doek zal ik je boeren leren. Nou is het uit, hè? Al ben je dan geen heer, probeer eens een heer te gedragen. En jij probeer eens een dame te gedragen. Oh, alsof ik geen dame ben. Alsof ik geen heer ben. Dan ben je zeer beslist niet. Kolbus! Zie je niet doen? Kolbus! Neemt u me niet kwalijk, mevrouw. Een klein misverstand tussen twee ondergeschikten. Dat heb ik even geprobeerd bij te leggen. Nou, ruim je misverstanden altijd even luidruchtig uit de weg, Jacobus? Nee, geen tegenspraak. Ja, en nu ik toch hier ben. De soep was gisteren beslist te zout, kokkie. En de pudding veel te melig, kokkie. Tja, en wat jou betreft, Bella, ik vond gisteravond een pluisje naast mijn nachtkastje. En het kleedje voor mijn bed lag scheef, meisje. Zo, dit moest maar eens gezegd worden. Nu de reden van mijn komst. Jacobus de Fruil en ik zijn de hele dag afwezig. Er hoeft dus niet voor de lunch gezorgd te worden. Uitstekend. Haha, tante, bent u daar. Fijn, dan kunnen we nou eindelijk naar de stad onze inkopen doen. Goedemorgen, mevrouw de baronet. En zeer veel plezier, vrouwen. Dank u. Zeer fraai weer. Ach, dat mens kan opvliegen met een kleedje voor mijn bed lag scheef, meisje. Ik zag gisteravond een bluisje naast mijn bed, meisje. Ze was natuurlijk bang dat ze over dat bluisje zou struikelen. Huh? Ja, adellijke beentjes zijn overgevoelig. Ja, dat kan wel zijn, maar ze heeft altijd wat op me aan te merken. Ach, troostje, meid en meid ook. Ik heb me daar straks ook weer te grazen gehad. Hoi. De soep was weer veel te zout en je weet ik altijd niet van kokkie. Kokkie, de pudding was veel te melig. Zo, kokkie, en dat moest maar eens even gezegd worden. Alles goed en wel, want de stopverzaken zijn we ondergeschikte. En als ondergeschikte heb je te horen zijn. Maar als jullie niet zo hadden gekibbeld zo even, dan was er ook niets gebeurd. Hoor hem, straks krijgen wij nog van alles de schuld. Ach, wat? Dit mens had gewoon de bokkenpruik op. Ze mekkerde als de geit van een melkboer. En nu is het uit, hè? Een barones heeft nooit een bokkenpruik op en ze mekkert niet als een geit. Ik wens een dergelijke walgelijke taal niet te horen. Ik zei eens wat vertellen, Mazie. Ik heb er zo langzamerhand genoeg van om naar al dat gemekker te moeten luisteren. Stil! Een bomduiter zouden we moeten hebben. Hé, Bella, we houden de hele rommel hier af. En als we het niet krijgen, dan moeten we maar eens een keer proberen te nemen. Ah, mijn idee. Teg, Basie, zou jij nou eens niet fijnrijk willen wezen? 35, je bent het of je bent het niet, hè? Mm. Ja, maar als je niet bent, dan kan je het proberen te worden. Ja, zeg, laten we ons nou eens voorstellen dat we binnenkort een hele bomduiter krijgen. Oh ja, wat zouden we dan gaan doen? Ja. Ah, Jacobus, wat zou jij gaan doen? Dan zou ik, net als meneer de Bron, gaan reizen naar een ver tropisch land. Met een wit strand en wuivende palmen. Ja. En dan zou ik een... Ja. Genoeg gefantaseerd, mensen. Kom, aan het werk. Ja, probeer aan het werk. Oh, wat is dat nu weer voor een vlek? Die meneer die leert het ook nooit. Oh, dat is een brandgaatje. Nou, flink schuieren, dan zie je er niks meer van. Zo, gelukkig. Oh, dat is Siebe. Ja. Ja, hier ben ik. Ah, dag Siebe. Oh, wat gezellig. Mijn zoete meibloem. Ik dacht dat ik je weer, dat je de hortop was. De hortop, wat is dat nou voor een raar woord? Een raar taaltje is dat, de hortop. Dat is helemaal geen raar taaltje, de hortop. Dit wil zeggen, ja, ik dacht dat je een dorre boodschappen aan het doen was. Nee, dat moet ik straks nog doen. Ik moet eerst de kamer van meneer op orde brengen. Ik dacht nog wel een lekker bakje koffie met zagen halen. Nou, of is het koffieuurtje al voorbij? Het is niet voorbij, maar het komt ook niet vandaag. Ik heb het veel te druk. Veel te druk? Ja. Wat mag je in de stoelvolken? Je lag wel een automobiel. Nou, we hebben niet allemaal zo'n makkelijk leventje als jij. Nee, dat is helemaal het toppunt, zeg. Geen koffie en toch nog zeggen dat ik een makkelijk leventje heb. Ja, jij zit met lekker te luieren en op je gatje zitten. Ja, dat kan ik ook. Oh! Kan mij die stoffen nog maken? Nee. Even afstoffen. Nee, Siep, doe nou, ik moet echt opschieten. Nee, laat maar die stoffen, die heb ik en die haal ik. Ja, maar ik moet de ramen ook nog zemen, kom nou. Ja, weet je wat je doet? Dan ga jij de ramen zemen en dan ga ik het kleed afschuiven. Oh, goed. Oh, nou, alsjeblieft. Ga ik even water halen.
laat maar een emmertje water. Haal ik maar voor je. Waar staat de emmer? In de gang. Met de spons en zeem zitten erin. Juist. Geef mij nog nee, die stoffen die hou ik, die krijg ik niet meer terug. Dus zo terug. Malle gek. Zo. Oh, wat een rommel, wat een rommel. Zo, daar ben ik alweer. Ja? Oh, nee, neem maar water, jij vast. Wat een fijn, zie. Nou, als je me zo blijft helpen, dan kunnen we toch nog koffie drinken straks. Ja, om de dikke zijn stofbeest over de vloer heen. Heen, kruip. Heerlijk dat je me helpt, zeg. Hey. Oh, ben ik zo klaar. Nou, het was wel eventjes nodig. Ja, hè? Om de stoffer eroverheen te halen, moet ik je eerlijk zeggen. Zie maar, was ik bijna gevallen. Kom op. Geef de zeem eens. Geef nou de zeem. Die zeem nou, zie. Geef nou hier. Zie maar, zie maar. Geef hier. Oh, zie maar, geef hier die zeem. Geef hier. Geef, kom. Zeem. Of het enig, oom. Hebt u een hond? Wat is het voor soort? Maar Robert, zo'n viesharig beest hou je toch buiten in een hok? Maar zeker niet in huis. Ik een hond? Moeilijkheden, Saartje. Zo zie je, Henriette, zo houd ik Saartje jongelenig elke ochtend een kwartiertje voor een koffie armpjes en beentjes losmaken en een paar diepe kniebuigingen. Zouden Jacobus en jij ook dagelijks moeten doen. Maar dit sta jij toe, in jouw huis. Oh, ja, niet op het gemeentehuis, hoor. Hoewel het daar misschien ook wel wat leven in de brouwerij zou brengen. Gewoon afschuwelijk. Een man en een vrouw op handen en voeten achter elkaar aan. En hij wordt walgelijk. Nou, tante, dit is toch maar een grapje. De appen, neemt u me niet kwalijk. Oh. Mevrouw de baronet, neemt u niet kwalijk. Het was gewoon maar een beetje... een onschuldig spelletje. Ik was de vloer aan het lappen. Nee, vegen. En Saar was de ramen aan het lappen. En toen was ik bij Saar in de buurt. En toen zei er een heel ondeugend stemmetje in mijn binnenste. Die zei, knijp Saar eens voorzichtig in de enkel. Nou, dat heb ik gedaan. Met alle gevolgen van dien dat de zeem ook nog naar beneden viel. Maar Saar kan er echt niks aan doen. Maar Saar heeft helemaal geen schuld. Echt waar. Ja, zou u misschien uw adellijke ding, uw hand over uw... hard willen strijken. Zou je dat grapje dan nooit meer uithalen, Zwabbertje? Nee, zeker niet, mevrouw de baronet. Dan zou je alweer een braaf mannetje zijn, Zwabbertje. Extra braaf, mevrouw de baronet. Nou ja, wat gebeurd is, is gebeurd. Ja. Als mijn zwager geen bezwaar maakt, laten we de zaak dan maar vergeten. Ja, dat lijkt me ook het beste, Henriette. Saartje, zou jij voor de dames en mij nog een kopje koffie willen maken? Een extra kopje, ja. Meneer? Nog drie kwartier voor jullie trein gaat, hè. En klas jij maar op, kan, jongen, en kom gauw weer eens langs. Graag gedaan, hoor, Neil. En u hartelijk bedankt voor de adellijke genade vergeving, mevrouw de barones. En mij niet goed, hè? Zag het niet eens zien? Een beetje nerveuzer. Ja, uitvluchten. Zeg maar, wanneer zien we je weer eens op het kasteel? Tante heeft vast nog wel een of ander karweitje voor je. Nou, wat graag. Wat graag, vrouwen. Goed dan. Tot ziens dan. Heb je het gezien, Robert? Wat gezien, Henriette? Altijd even je gezag laten gelden. Een kleine berisping kan soms wonderen doen. Maar dat is ontzettend. Maar waarom deed je nou zo gek? Ik gek? Jij deed gek? Je zat me de hele tijd achter de broek aan. Ja, maar ja, de zeem in je mond gestopt. Omdat jij als een hond een vier pootjes achter de man kroop. Ja, omdat jij liever beblaf als een hond. Nee, jij liet te gillen. Doe nou, laat me daar alsjeblieft niet meer over praten. Nee. Ik ga koffie zetten. Nee, ik zwijg al. Nou, jij krijgt ook een bakje. Nee, ik ga naar Piet. Nee, kom dan. Wacht. Jij krijgt ook een bakje. Kom. Oh, jij krijgt ook een bakje. Kun jij niet uitkijken? Kijk nou eens wat je van me maakt. Laat je me nou weer schrikken. Het is dat mijn jas wit is. Maar kijk eens even. Voor slaaf moest ik je eigenlijk niet laten zien wat ik gevonden heb. Gevonden? Oh, een geldkist! Ja, vol met meel. Oh, ja. Hoe kom je dan? Ja, dat zou ik je vertellen. In het trappenhuis, in de kast boven. De barones had de sleutel op het slot laten zitten. Dus je hebt gesnuffeld? Ja,
Alleen maar achter de boeken gekeken. Oh, wat nou? Weet je wat? Wat nou? Er zit misschien wel een bom duiten in. Kunnen we een lekker onbezorgd leventje leiden. Oh, Cookie, schat die je bent. Ja, misschien zit er wel 1000 gulden in. Maar je bal met, misschien zit er wel 10.000 gulden in. Of 100.000. Ah, kunnen we heerlijk lekker luier ons leven ja, langs. Ja, een onbezorgd heerlijk lekker luier voor hem. Hé, dat Basie, dat Basie. Basie, luister eens. Ga nou eens even lekker makkelijk zitten, hè, Basie. Ja, Cookie heeft een verrassing. Verrassing? Voor mij? Nee, voor ons alle drie is het die Cookie. Nou, het zal het bijzonder zijn. Wat dient die geheimzinnig heeft voor? Nou, wat heb je me te vertellen? Luister, Basie. Jij hebt me laatst verteld dat jij ook graag een rijk en een ongedwongen leventje zou willen leiden. Ja, dat het jou ook aardig de keel uithing om altijd maar ja en amen te moeten zeggen. Ja, en daarom heeft Cookie... Een geldkist. Is die van jou? Van ons. Eerlijk gevonden. In de kast tot de overloop. Ja. Basie. Zit misschien wel 100.000 gulden in. Voor ons alle drie. Een onbezorgd leventje. Maar dat is diefstal. Daar, Bas, wat een vies woord nou ineens. Nee. We zijn nu voor één keertje oneerlijk. Maar voor de rest van ons leven zullen we zo eerlijk zijn als goud. Ja, en als de baron is het merkt, dan zijn we toch al lang gevlogen. Ja, over een uurtje nemen we de benen. Mijn meesteres bedriegt. Ah, Jacobus, één keertje maar. Je hebt toch gehoord wat Cookie heeft gezegd? Voor de rest van ons leven blijven we zo eerlijk als goud. Ja. Eén keertje. En dan voortaan doen waar we allemaal zin in hebben. Hè? Eén keer en dan voortaan eerlijk blijven. Maar dan stort ik mijn meesteres in het ongeluk. De baroness die zwemt in het geld. Ja, die stikt erin. Tot aan zijn nek zit ze erin. Ze is juist blij als ze bedenkt dat ze nog zoveel overhoudt. Eén keer oneerlijk zijn en dan voor de rest van ons leven een prins heerlijk leventje leiden. Hè? Nee, ik kan dat ding niet open krijgen hoor. Zeg, weten jullie niet waar de baroness de sleutels laat? Ja, ik dacht dat ze die altijd bewaarde in de handtas. Nou. Dat is mooi, waar zitten we nou? Hé, weet je wat we doen? We nemen het kistje mee en we breken het later open. Ja, natuurlijk. Kom op, we gaan er meteen vandoor. Zo, en als er nou eens geen geld of bijna geen geld in dat kistje zit? Basie, dan hebben we doodgewompen gehad. Nee, maar wacht nou eens even. Toen laatst de sleutel van de buffetkast zoek was, toen stuurde mijn vrouw me naar hem toe. Naar hem? Wie is hem? Ah, dat mannetje van dat rommelwinkeltje. Ah, die kleine met die kromme benen, met die sigaren, met die papegaai. Precies. Piet van Dijk? Ja, nou, en die heeft een hele kist vol met sleutels. Ja, maar jullie willen toch zeker niet met het koffertje zomaar even door het dorp gaan lopen? Ja, natuurlijk niet, Malle. Ik neem gewoon een stel sleutels op zicht. Ja. Zend mij niet, hoor. Het is mijn driskant. Hé, Basie. Wie niet wacht, wie niet bent. Ja, nou, ik ga alvast. Tot zo. Wat vertel je me nou? De barones op handen en voeten achter je aan? Wel, nee, hoe kom je daar naar bij? Saar achter me en de barones staat opeens midden in de kamer. Oh. Luister dan een keer als ik wat tegen je zeg. Ja, nou ja, goed. Ik dacht al, de adellijke hoogheid zag jou voor de baron aan. Jongen, wat ben je weer leuk. Maar je koffie is goed. Ja, hè? Gezellig, hè? Mm. Ja, ik had ineens trek in gezelligheid. Zeg. Als we nou eens een brokje muziek erbij maakten, ja. Hè? Jij kan toch zo lekker op je harmonica spelen? Ja, mijn harmonica. Mijn harmonica. Waar heb ik dat beest nou gelaten? He? Goedemorgen. Misschien. Waar heb ik hem nou? Misschien in je Hodenberg. Mijn Hodenberg. Waar? Ja, je hebt het. Nee, die avond dat ik op het kasteel heb geslapen. Heb je de barones een serenaadje gebracht? Nou, nee, ze weet je stomme kop dicht. Nee, natuurlijk niet. Maar die avond heb ik bij Jacobus in bed gelegen. We hebben samen geslapen. Ja. Toen wilde ik een muziekje maken. Ik heb mijn mondharmonicaatje gepakt. Die heeft die afgepakt en dwars door de kamer heen gesmeten. Ja, weet je wat ik doe? Nou? Ik ga hem meteen halen. Nee, ja, blijf nou toch even zitten. Je hebt helemaal geen rust in je gatje. Wat is dat? De barones zit vandaag de rit op. En die komt dus met me liever niet onder ogen. Nee, ik ga hem halen. Ik ga meteen. Ja. En je koffie was zo, ja, bedankt. Ja, peper onder zijn stadje. Hij zegt, kom je vanmiddag nog terug? Ik heb nog een karabijtje voor je. Kom op elkaar, en u? Ho, kijk nou eens even, onze Bella. Wat een surprise. Vingers thuis houden, lompe vlegel. Nou, met die heb.
jij hier? Hé, kijk er eens aan, mijn eigen lieve vriend. Oh, ik verlangde zo vreselijk naar je. Ik droomde elke nacht van je met dat prachtige pak en die adellijke trekken op je snuitje. Oh, je bent toch zo'n mooie, lieve man. Oh. Je hebt hier niets te zoeken, hè, vlegel, botmuil. Maak dat je wegkomt. Nou, zeg. Dat is helemaal het. Weg met die varkenspoot. Wat is dit nou? Waarom ga je nou zo toch tekeer tegen je vriendje? Hé, wat onaardig. Ik ben al in je slaapje geweest. En we hebben toch zo leuk gestoeid samen. Je hebt hier niets te zoeken. Maak dat je wegkomt. Weg, 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 weg. Nou, dat is helemaal het toppunt, zeg. Wat zeg je van hem? Een vlegel? Bordmuil? Nou, ik zal hem leren. Ik laat me niet zo in de luren leggen. Ik moet mijn mond onder die Monikaatje terug hebben. Dat ik niet door de gewone weg binnen ga. Nou, dan ga ik langs een andere weg. Maar hoe? Is. Hé, hey, wie is dat? Bella, het dienstmeisje. Haha, die zal wel weten waar ze naar binnen moet. Haha, ik ga mee. Leveranciers, hier. Nou, ik ben maar geen leverancier. En het is binnen zonder kloppen. Alsjeblieft. Basie, Basie, het is niet alleen een lief duifje, maar ook een slim duifje. Kijk eens even. Hé, hey, maar wacht eens, Kokkie. Ik heb de sleutelbos gehaald, dus ik maak het kistje ook open. Ja, maar dan. Als je sleutel maar past. Of wacht eens, sukkel. Tja. Nou, hè, sluit maar. 1, 2, 3. Dat is de stem van Kokkie. En dat is de stem van ons borstkatje. Ja, en die sleutel past misschien ook niet. Hey, jongens, nou en de stem van ome Jacobus. De kussies veilig allemaal beneden, ik naar boven. 1, 2, 3, 4. Verdikkie, dit is nou de 12e sleutel. Toch doet dat ding het niet. Hey, die past ook niet. Wat heb je gezegd? Ja, oh, je mond mispunt. Zo, nee, dankjewel hoor, tulpelduifje. Dus even proberen. Het lijkt wel of deze past. Nou, laat mij het eens doen, Bella. Kom, kom, kom. Niet eigenwijs zijn. Zo. Nou, een beetje beleefd ik dan ook wel, hè? Is dat de sleutel? Geef eens hier. Ja, deze. Zo. Nee, gaat inderdaad niet. Nee, het lijkt wel op de baas in je slaap. Nee, ik concentreer me alleen maar. Oh, wacht eens even. Die sleutel moet niet naar links, die moet naar rechts gedraaid worden. Juist. Oh, geld, hoeveel? Hou je bengels dan op thuis, sukkel. We moeten eerlijk delen. Allemaal brieven, zeg. Bakjes brieven met lintjes erop. Hé, Basie. Keer het kistje eens op. Misschien ligt het geld er wel onderin. Dat zit er ook niet. Alle moeite voor niks. Ach. Wat een oplichterij. Ja. Nou, lieve mensen, het is misschien ook maar beter zo, hè? Dan hoeven we tenminste onze meesteres niet te bedriegen. Dus maar beter zo, zegt hij. Hoor hem nou. Als je nog eens een keer een geldkistje vindt, je had beter postbode kunnen worden bij die de brieven bestellen. Een oplawaai kun je krijgen. Wie stopt er nou brieven in een goudkistje? Maar Jacobus, wat zijn dat eigenlijk voor brieven? Afblijven, hè? Au! Dat is briefgeheim, dat mag niet geschonden worden. Bas, klets nou niet. Die lol zullen we tenminste hebben. Kom, hier. Nee, maar wacht eens. Ik wil eens even die brieven lezen. Ja, lees eens even. Ik hoor het niet. Te ruiken ook. Kijk even. Oh, mijn kleine allerliefste Harrietteke. Hartelijk bedankt voor je prachtige brief. Ik denk dat dan vraag ik je, wie schrijft er nou zulke onzin? Ja, maar dat is onbeschaamd. Dan als brieven te lezen. Even kijken, zeg, wie is nou die Freek eigenlijk? Freek, dat is meneer de Baron. Je teert me midden de Freek. Oh, die brieven hier, te lezen. Geef hier. Geef hier die brieven. Nee. Kom hier. Pak ze dan als je kan. Ik sta niet toe dat je die brieven leest. Dat is van mijn woord. Ja, nou, ik zeg dat je... Geef ze hier, waar? Alsjeblieft. Hebben die je verplicht? En hier, elk uur dat je niet bij hebt, maar het is een verloren uur. Daarom komt hij bijna. Laat maar los, Kokkie. Ik beveel hier met die brieven. We maken het maar gewoon eens schande. Foei, foei, foei. Foei, foei, foei. Moet je gewoon luisteren wat ik hier lees. Oh, hey, afblijven, Kokkie. Jouw jij komt eens vast. Wat hier staat, moet je horen. Oh, mijn kleine lieve Jetteke. Nee. Zon van mijn leven. Morgen mag ik
je weer in mijn armen sluit. Dat muisje zal nog wel een staartje hebben. Laat los, kokkie. Hou jij dat maar aan. Hij zegt dat onze barones wel een staartje zal hebben. Nee, meneer de baron heeft een pluimstaart. En nou is het genoeg, jongen. Au! Pas op, maasje. Wat kwam die schrooier hier doen? Ja, wat deed hij hier? Die landloper, die zwerver, was hier. Heeft hij afgeluisterd? Ingebroken, hè? Ingebroken. Ja, ja, zeker. Oh. Ik ga meteen de veldwachter waarschuwen. Maar als die schrooier ons gehoord heeft, dan kan hij ons verraden. Ze heeft gelijk, Basie, ze heeft gelijk. Wat is het woord van zo'n schooierige zwerver tegen ons drieën? Je hebt gelijk, Basie. Je hebt gelijk. Wij drie betrouwbare, nette burgers tegenover één onbetrouwbaar boefje dat nota bene nog ingebroken heeft. Ja. Oh. Zo. Oh, wat ziet de kamer er weer prachtig uit. Het werd echt tijd. Alleen dat bureau. Wat een rommel, wat een rommel. Hoe kan meneer hier nou wijs uit worden? Nou, ik zal het maar eens opruimen, hoor. Ja, binnen? Ja, veldwachter, ik ben druk bezig. Loop maar door naar de kamer van meneer. Goed, jongen Zaartje, ik kom er aan, hoor. Zo. Hier rommel allemaal. Goedemorgen, jongen Zaartje. Dag, veldwachter. Ja. Kom je iets brengen? Nee. Deze keer kom ik nou eens iets halen, juffrouw Zaartje. Oh, ja? Voor de hele lachbare. Ja, meneer die zei op het linker stapeltje van zijn bureau, daar lag een brief. En die... Wat nou? Er is geen linker stapeltje op zijn bureau, juffrouw Zaartje. Nee, ik heb het net allemaal opgeruimd. Weet je ook wat voor een brief het was? Ja, wat voor een brief? Hoe kan ik dat nou weten, juffrouw Zaartje? Meneer zei duidelijk op het linker stapeltje van zijn bureau. Ja, maar... Nou, u zoekt het zelf maar uit, hoor. Ik hou me naar buiten. Ja, maar wat nou? Wat nou? Als mijn Cornelia zo brutaal is op mijn bureau op te ruimen, zonder mijn toestemming, juffrouw Zaartje, nou dan zwaait er wat, hoor. Oh, je hebt makkelijk praten, maar ik... Ja, u. Het spijt me, juffrouw Zaartje, maar ik zal hiervan rapport moeten uitbrengen. Ik zal zeggen dat u zo erg opgeruimd heeft dat er niets meer te vinden is. Ja, maar dat was ook een reuze rommel. Ik heb het inderdaad opgeruimd. Ja. Nou, dan zie je het nog maar eens, hè, als vrouwen opruimen. Nou, zoek het bruidje, verzaartje. Het is mijn tijd, ik moet gaan. Dat je verzaartje. Veldwachter. Ja, met het huis van de burgemeester. Wie zegt u? De veldwachter? Een ogenblikje. Veldwachter! Ja, je verzaartje. Ben je er nog? Ja, ik ben al in. Ja. Telefoon! Voor mij? Ja. Oh, dan kom ik nog terug ook. Ja, meneer. De veldwachter is er gelukkig nog. Hij komt even. Ja, een ogenblikje. Zo. Hé, is dat Holle? Juffrouw Zaartje, telefoon van mij? Ja. Dank u wel. Hallo? Ja, maar, ja, nee, u spreekt met veldwachter Bromsnor. Ja, wat zegt u? Oh, had de edelachtbare u naar mij verwezen? Ja, in belangrijke zaken doet meneer dat altijd. Meneer, wat dacht u dan? Ja, natuurlijk. Ja. Zeg meneer, met wie spreek ik eigenlijk? Wat? Oh, met de huisknecht van mevrouw de barones. Ja, ik weet het al, Jacobus, ja. Wat is er aan de hand? Hm? Nou, dat kan je me door de telefoon toch ook wel vertellen? Oh, kan dat niet? Oh, en waarom niet? Omdat je het me dadelijk persoonlijk zal vertellen. Kan het niet anders. Nou, goed dan. Ja, binnen een kwartiertje. Ja, binnen een kwartiertje ben ik bij je. Ja, tot straks. Nou ja, zeg. Is het ernstig? Ernstig, het is de huisknecht van mevrouw de barones. Ja, dat hoorde ik al. Ja. Hè? Nou, deze brutale kerel, hè, dat onbeschofte individu, je verzaakje, moet me zo nodig spreken. Want meneer heeft me iets belangrijks te vertellen. Yeah. Nou, ik zal u wel vertellen, hoor. Het is dat de edelachtbare ervan af weet, anders had ik beslist niet gegaan, je verzaakje. Doe toch niet zo haatdragend. Wat zegt u daar? Haatdragend? Ik haatdragend? U bent zeker één ding vergeten, hè? Hoe beledigend die man is opgetreden ten overstaan van anderen tegenover mij. Ja, juffrouw Zaartje, dat vergeet ik nooit, begrijpt u dat? Ja, ik zal wel moeten. Juffrouw Zaartje. Sterkte, veldwachter. Het valt wat wel mee, hoor. Ja, ik hoop het. Hij in de put, ik in de put. Oh, wat zal meneer hiervan zeggen? Als ik het dan maar wist. Ingebroken. Heel waarschijnlijk daar binnen geslopen door de achterdeur.
Ik vertrouwde die zwerver al meteen, niet op het eerste gezicht, maar ja, de barones en de freule zijn nu eenmaal goed van vertrouwen. Ja, dus ingebroken of ingeslopen. Hm. Ja. Heeft u nog iets ontdekt wat er gebeurd is, of die insluiper iets ontvreemd heeft? Of... In zo'n groot huis als dit, dat is toch onbegonnen werk, veldwachter. Ja. Nee, laten we dat vanmiddag maar even doen als de barones terug is. Hè? Die komt waarschijnlijk thuis in de namiddag. Dat is een goed idee, maar ik zal in ieder geval even een rapport opmaken. Uitstekend. Weet u ook hoe laat het gebeurde? Ja, het was ongeveer... maar veldwachter, kom even mee in de keuken. Kunt u aan de tafel gemakkelijker uw rapport schrijven? Oh ja, naar u dan. Ik bedoel, u even weet voorgaan, hier... Ja, u weet de weg, hè. Ja, we komen er wel, hè? Laat u zitten, veldwachter. Ah, goedemiddag. Ja, dankjewel. En Bela, schenk jij eens even de veldwachter een kopje koffie? Alsjeblieft, hè? Dat was heel aardig van u. Oh, veldwachter, wat fijn dat u zo gauw gekomen bent. Ja, wij voelden ons gewoon betrekt. Maar nou u er bent... Ja, is het dan zo voor de hele leger ons bewaakt? Ja. Nou, mens, overdrijf niet zo. Veldwachter, niet zo bescheiden. En Bela en Kokkie... Laat jullie je veldwachter even rustig zijn rapport schrijven. Ik zal wel antwoord geven op al uw vragen. Op de situatie in het huis. Ja. En waar hij binnengekomen is en waarheen hij is gegaan. Want dat vermoed ik. Yes, ja. Yeah. Maar eerst nog een tweede kopje koffie, hè, veldwachter? Huh? Ja. Nou ja, daar heb ik nog wel even tijd voor. Ja, dan krijg je nog een koekje erbij. En van mij krijg je een sigaar. Nou mensen, wat een verwennerij. Je zit echt met je vertellen dat je gezien hebt in gezelligheid. Ja. Nou, loop ik mijn benen uit mijn lijf. Ik waag mijn leven om mijn Monica terug te krijgen. Haast ik me een ongeluk, kom ik terug. Ja. En dan heb je geen zin in gezelligheid. Lekkere vriend ben jij. Ja, dat was een half uurtje geleden. Nou, toen werd ik ineens opgebeld. Dat de hals over de kop, dat de pistolen moesten worden bezorgd. Nou, is dat zo gebeurd? Ja, wat zo gebeurd? Nou, het is helemaal buiten het dorp, wat is dat nou? Dat duurt wel anderhalf uur heen. En anderhalf uur terug. Ja. En bovendien, moet je kijken, die gordijnen, hè? Ja. Die moet ik voor een andere klant nog afknippen en omzoomen. Nou, dat geeft toch niet? Ja. Dat doe je gewoon onderweg. Wat? Onderweg? Gordijnen zeker omzoomen en afknippen. Ja, onderweg ben jij betoeterd. Nou, ga je toch niet doen? Ga maar hier. Nee, ik ga hier afblijven. Ga ik nou toch hier? Nee, ik heb geen tijd. Dat kan me niet schelen. Ik heb tijd. Dan breng ik die stoelen wel voor je weg. Ik zwem in de tijd. Ik heb niks te doen. Dan kan jij ondertussen je gordijnen afknippen en bijvrijen en omlurken. Weet ik veel hoe je er wat je ermee doen moet. Zo, klaar. Ja, alsjeblieft. Ja. Ja. Zijn dat alle stoelen? Zijn er nog meer? Nee, het ben er maar vier. Ik ben er maar vier. Oh, wacht even. Het adres. Hier zo. De Kerkenpad, Zuidzijde 49, mevrouw van Ochelen. Ja, uitzijde. Rekening? Nee, dat komt wel voor elkaar. Nou, het is een pak voor maat. Dankjewel. Ja. Komt die voor elkaar? En u? Ik tolde van de trokkigheid. Dat sweep. Jongen. Jaco. Dat is toch zo'n kameraad, hè, die sweep, hè. Geweldig, hè. Ben ik meteen uit de drokkigheid. Nou, en nou vlieg ik in de gordijnen. Nee, ik heb Zwiebertje nou vanmorgen helemaal niet meer gezien. Had je hem nodig? Nou, nee. Of eerlijk gezegd, ja. Iets belangrijks, veldwachter? Oh ja, misschien wel, misschien niet. Hè, dat doe je toch geheimzinnig. Oh, je bent naar het kasteel geweest. Heeft Zwiebertje soms... Oh, dat is soms geheim, juffrouw, zegt je. Die meneer Jacobus, hè, dat... Jacobus? Het onbeschofte individu bedoel je? Ho, juffrouw Saartje, let een beetje op uw woorden. U bedoelt een beschaafde en voorkomende huisknecht. Nou, het zijn anders je eigen woorden, hoor. Vanmorgen door de telefoon. Tja, kijk me maar niet zo raar aan, dat zei je. Juffrouw Saartje, nou moet je niet op alle slakken zout leggen. Mensen zegt toch wel eens meer wat. Ah, je bent een kletskous. En nou, geen beledigingen, juffrouw Saartje. En die Jacobus heeft over Zwiebertje geroddeld? Ik zeg u nogmaals, Amtsgeheim. Amtsgeheim is Amtsgeheim. En trouwens, ik zou willen dat u een beetje aardiger over die Jacobus sprak, juffrouw Saartje. Maar tussen twee haakjes, heeft u Zwiebertje niet meer gezien? Nee. Trouwens, hij ging helemaal niet naar het kasteel. Hij ging naar zijn kameraad. Kameraad? Naar Piet van Dijk? Ja, dat bedoel ik. Nou, dan weet ik genoeg, juffrouw Saartje. Hartelijk bedankt. Dag, juffrouw Saartje. Veldwachter krijg je ook helemaal geen hoogte. De ene keer zegt hij dat en de andere keer zegt hij zonder blikken of blozen tegenovergestelde. Nou ja. Zo, dus
jij wil beweren dat Swiebertje hier helemaal niet is? Nee, niet helemaal. Nog niet voor de helft. En ook niet voor een kwart. Je staat me toch zeker niet voor de gek te houden, hè? Ik sta je niet voor de gek te houden. Ik zou wel... dat durf ik niet. Maar als jij hem hier voor een kwart of voor een tiende kan vinden... dan leg ik zo 100 gulden in je blote hand. Zo. En je wil me zeker toch ook niet wijsmaken dat hij hier helemaal niet geweest is, hè? Nou ja, op de klok af. Een half uurtje geleden, ja. Oh ja? Ja. Zo, en wanneer komt hij dan terug? Ja, dat weet ik niet. Hij is nou een vriendendienst aan het bewijzen. Hij rijdt met een karretje met een paar stoelen ver buiten het dorp naar mevrouw van Ochelen. Oh, een karretje? Ja. Ver buiten het dorp? Ja. Ja, wat is dat nou? Had hij soms jou de toestemming moeten vragen om de gemeentegrens te overschrijden? Ach man, zeur toch niet. Wanneer verwacht je hem terug? Ja, dat weet je bij mijn kameraad nooit, hè. En dat kan wel 3-4 uur duren. Je weet hoe die is. Maakt hij misschien een tokkie onderweg. Of een, maakt een babbeltje met een vriendelijk boerinnetje. Ja, ja. Ja, ja. Van jou wordt mens ook nooit wijzer, hè. Nou, dat is dan wederzijds. Ja. In ieder geval, zodra hij terugkomt, dan stuur je hem ogenblikkelijk naar me toe. Ja hoor, ik zal het... keurig verzorgen. Ik zal hem per post aangetekend aan je versturen. Per expresbestelling. Zo. Ja. Weet je wat ik geloof? Nou. Dat jij ze ook niet allemaal op een rijtje hebt. Hè? Nou, kunnen we elkaar de hand geven. Dat is goed. He? Ach, schijt toch uit. Je weet in ieder geval wat je bevolen hebt, hè? Ja, dat komt in orde, excellentie. Excellentie, ach man. Is het niet heerlijk? Jaco, om ze niet allemaal op een rijtje te hebben. He? Er gaat toch maar niets boven echt kristal, hè, Kokkie. Het is of je zilveren klokjes hoort luiden. Het lijkt wel of je een dichter bent, Basie. Huh? Maar voor mij kun je de wijn in een kopje doen. Oh. Als de wijn maar goed is. Afschuwelijke Kokkie, wijn in een kopje. Waar haal je het van? Wat is dat, Basie? Hoor je weer klokjes klingelen? Sst, ik geloof dat ik de barones thuis zou komen. Ongeveer hetzelfde. Je kunt een sigaretje roken. Welkom thuis, mevrouw de Bouwer. Wat ruikt het hier vreemd, Jacobus? Het lijken wel keukenluchtjes. De keukendeur heeft toch hopelijk niet opengestaan? De keukendeur? Ja, de keukendeur. Oh, de keukendeur. Nee, mevrouw de barones, maar toen ik in de keuken was, hoorde ik u de sleutel in het slot steken. En om van de keuken hier naartoe te komen, moet ik wel even de deur openmaken. Nou, het ruikt hier anders ordinair naar uien. Mevrouw, ik zal het de uien zeggen. Zo. Waar er nog iets gebeurd, Jacobus? Nee, mevrouw. Of... ja, mevrouw. Zo. Iets bijzonders. Een soort inbraak, mevrouw. Een soort... een soort inbraak? Ja, mevrouw, die zwerver... Een zwerver? Pardon, mevrouw de barones, niet een zwerver, de zwerver. Zwabbertje, bedoel je die? Jawel, mevrouw. En wat is er met die zwabbertje? Die is hier naar binnen geslopen, mevrouw. Ik vermoed door de achterdeur. Zo, en wat zocht hij hier? Ik zou het u niet kunnen zeggen, mevrouw, maar toen Bella, Kokje en ik in de keuken waren, hoorden wij plotseling een zeer harde nief. Oh, en op de... ja, mevrouw, het leek wel een nief zijn paard. We schrokken ons een hoedje. Ja, ik spreek tegen Jacobus, Bella. Ga je de keuken in? Verder, Jacobus. Wel, mevrouw, waar hij geweest is, ik zou het u niet kunnen vertellen. En evenmin of hij misschien iets gestolen heeft. En heb je de kerel te pakken gekregen? Nee, mevrouw, de kerel liep inderdaad als een haast de deur uit. Ik kreeg hem dus niet te pakken, maar ik heb wel ogenblikkelijk de veldwachter gewaarschuwd. Zo, zo, zo. Ja, dat is niet zo mooi. Valt me bar tegen. Het lijkt wel of je tegenwoordig niemand meer vertrouwen kan. Tja, ik zal direct mijn zwager bellen. Pardon, mevrouw. Hoe laat wenst mevrouw te tafelen? Als de vrouw thuis komt, die moest nog even naar mijn zwager. Over zo'n 3 kwartier ongeveer. Uitstekend, mevrouw. Maar hou de keukendeur goed gesloten, Jacobus. Ik zal het de keukendeur zeggen, mevrouw. Pardon, ik bedoel natuurlijk dat... Ja, jij bedoelt, maar... uien, minnebrieven en een inbraak. Wat een baan, wat een baan.
Dus jij kwam alleen maar je harmonicaatje halen. Ja, wat dacht jij dan dat ik bellen probeerde te ontvoeren? Ja. Als ik een wilde kat wil, heb ik er ook geen bos vangen. Geen brutale tijd, Wiebertje. Ja, dat is helemaal waar. Dus jij kwam alleen maar je mondharmonica halen. Dat is helemaal waar, veldwachter. Ja, zeker. Helemaal. Want wij hebben het vanmorgen nog overlegen. Ja. Niet waar, Swiep? Hij had zin in een gezellig muziekje. Ja, 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 zo is het. Ja, helemaal waar. Het is eigenlijk mijn schuld. Ja, en die ingebeelde knaap van een huisknecht, die wilde me gewoon niet binnenlaten. Oeh, zodat jij rustig kon inbreken. Wat nou rustig kon inbreken? Ik ben de achterdeur ingegaan. En ik heb gewoon mijn eigendom teruggehaald, dat is alles. Ja, ja. Huh. Weet je wat? Vertel jij dat maar tegen meneer de burgemeester. Best hoor. Ga maar gelijk mee. Daar ga ik mee. Waarom? Ja, waar hebben we jou nog voor nodig? Dan zal ik getuigen dat mijn kameraad de waarheid spreekt. Ah, oh. Dit vind ik geweldig, mannen. Dan gaan we met z'n drietjes. Ja. Hoe meer ziel, hoe meer vreugd. Hoe is het? Wat is dat nou? Hé, hey, wat vind je al nou? Oh. Ja, ja, dat is in orde. Ja. Zo, mijn schoonzuster ook weer gerust gezeld, Swieber. Jacobus heeft er een verhaal opgehangen wat ze kippenvel van kreeg. Ja. Veel drukte hem niet, meneer. Ja, zeg jij dat wel? De hele dag loop ik je achterna om je te zoeken. Ach, ach, wat ben jij toch een aanhankelijk mannetje, hè? En zo'n geheimzinnig mannetje, veldwachter. Geheimzinnig? Zal ik u eens wat vertellen, juffrouw Saartje? Zolang de schuld van een verdachte niet vaststaat, is het mijn plicht als veldwachter om mijn mond te houden. Zo. Zo, zo. Nou, dat zal je dan wel grote moeite kosten, hè? Wat bedoel jij daarmee? Nou, ik bedoel alleen maar dat je van nature graag zo'n grote mond opzet. Wat? Ach, doe veldwachter. Ja, dat weet Wiebertje niet. Zeg maar een grapje toe. Ja, ja. Een grapje? Ja. Nou, erg leuk grapje. Nou, lach nou maar weer eens tegen je Swiepje, hè, ouwe jongen. Ach, met jou weet je ook nooit waar je naartoe bent. Dat is ook de bedoeling, broertje. Nou, het water zal al koken, meneer. Ik ga thee zetten. Ja, doe dat, Saartje, op een goede afloop, hè. Nee, dan doen we allemaal met je mee. Naar de keuken, ik ga voorop. Goed. En nou moet ik echt er vandoor, oom. Tante wacht met het eten op. Nee, niet te fijn. U blijft hier en u doet mee. Ja, ja. Ga voorop, ja. Kom maar. Kom, John. Ja, kom mee, meneer. Gaat u mee? Wat wil je achter u? Jongen, die Swieber bleef je altijd wat anders. Die brengt tenminste muziek in het leven. De tijd is op. Nu moet ik werkelijk gaan. En spoedig kom ik huis weer om. Maar nu is het gedaan. Dat Swiebertje, dat serviceman. Er weer vandoor. Vanavond allemaal zoet naar bed. En nu tot weer ziens hoor. Ja, kindertjes, uit is de pret. Er weer vandoor. Vanavond allemaal zoek naar bed. En nu tot weerziens hoor. Dag Swiebertje. Dag kindertjes. Dag Swiebertje. Dag kindertjes. Tot weerziens hoor. Onze Swiepertje is net alle dingen doet. Hij leeft een
Ah, hier heb ik je. Zo, heb ik je lekker je nek omgedraaid. Hé, lawaai schoppert. Jezelf verbergen in het hooi, hè, dat je niet vinden kan. En maar door lellen en bellen. Nog één keer en dan trek je de oorbellen van het lijf. Nou, dan zijn de buren ook gelijk gewekt. Die zijn ook meteen wakker. Jongens, jongen. Ja, de hele buurt staat meteen op zijn kop. Nou, als ik zo eens naar buiten kijk, wat een vreselijk weer. Het kletst regen. Wat een doffe ellende. Daar ga ik niet mee naar buiten, hoor. Ik zal je wat vertellen. Slapen en vergeten. Doem. Zijt ge dan niet te lang verschaffen? Zijt ge niet? Oh! Jo, wat een weer. Nou, dat kan ik ook wel vergeten. Die matjes kan ik ook alweer toe boven brengen. Oh, belletjes regen. Ik zou er vast nog wel buiten hangen. Wacht, dan moet ik dan maar op zolder hangen. Oh, oh, oh. Gewoon. Staan, ja, waarom zou ik nou zo voor het raam staan staren, hè? Ja, dat vraag ik je nou net. Nou, dan moet je die plasregenen zien. Het water komt mijn bakken naar beneden. Ja, wat gek, hè? De weersverwachting van gisteren was helemaal niet zo slecht in de krant. Ja, je kan toch tegenwoordig niemand meer vertrouwen, ook de krant niet. Die kerels die schrijven me wat. Het is dat ik een krant nodig heb als gezagsdrager, maar anders helemaal niet. Oh, weet je niet zo op, Bron. Na regen komt altijd weer zonneschijn. Is dat nou weer een onbenullige opmerking? Ja, mijn denkt niemand, hè? Aan jou denken? Waarom moet ik aan jou denken? Wat is daar voor bijzonders aan? Oh, helemaal niks bijzonders, ook Cornelia. Helemaal niet. Maar ik kan me ronde gaan doen. Ik kan mijn drijf op laten regenen. Ja, natuurlijk. Ik kan me een ziekte op mijn hals halen. Maar dat noemt mijn Cornelia allemaal niks bijzonders, hè? Lieve, daar heb ik toch helemaal niet aan gedacht. Zo bedoelde ik het toch helemaal niet. Niemand denkt ooit aan mij. Ja, nou. Als jij nou eens... een paraplu meenam. Een paraplu is gezagdrager zeker, maar eigenlijk belachelijk laten maken. Dat is niet alleen tegen de voorschriften, maar dat zou ook het gezachte grond in boren zijn, Cornelia. Nee, dat kan nou helemaal niet. En trouwens, als man moet je in het barre leven gewoon maar ingaan, hè? Zo is dat. Ja. Weet je wat? Ik ga maar. Maar ik meen het echt, Bron, als je nou in plaats van je sabel de pluur meenam. Oh, je mag wel even je kleken denken. Jij bent ook onverbeterlijk, hè, Cornelia. Nou, ik ga maar met. Daar. Dag, lieve. Zo. Nou, ik kan me goed dicht houden. Zo. Oh. Oh, kijk eens eventjes. Nou, Cornelia. Heel. Ja, totdat ik weer... Dankjewel. Totdat ik weer boven water kom. Hé? Mm. Nou, dat gaat niet. Oh. Oh. Het is ook geen weer om urenlang buiten te lopen, die arme Bron. De zwiep die zou nog wel komen om me te helpen mij het winkeltje op te rommelen. Hadden we de boel buiten moeten zitten. Nou, dat kunnen we wel vergeten. Maar nog de vraag of die wel opkomt dagen. Misschien is die wel met zijn hele hooie berg weggespoeld. He? Ja, dobbert die rond op de polder of weet ik veel waar. Of misschien komt hij met de hele hooie berg zo ineens het dorp binnendrijven. Wie zal het zeggen? Ja, nog eens kijken.
Nee hoor. Geen lichtplekje aan de lucht te zien. Het blijft maar donker. Ja. Misschien loopt mijn winkeltje ook wel onder als het zo doorgaat. Ja, dan had ik toch beter een woonschip kunnen kopen. Weet je wat de baas gaat doen? Die gaat een lekker sigaartje opsteken. En die gaat de krant lezen. Ga je mee? Oh. Weer. Bah. Hé, hey, dat bedenk ik me opeens iets. Wat is het vandaag? Nou, ja, tuurlijk, woensdag. Het is vandaag woensdag. Wat was het ook weer woensdag? Wat moest ik ook weer? Ik moest iets op woensdag. Natuurlijk, ik heb afgesproken met Malle Pietje. Ja, ik zou hem helpen. Rommeltjes verzamelen, vloertjes vegen. Ja, maar met dit weer. Nou, stuur je toch geen hond op straat? Is dat nou? Daar kan je toch niet doorheen? Dan wordt mijn drijfjongens nat. Weet je wat, ik zeg gewoon tegen Pieter dat het geen weer was om er doorheen te gaan. En dat ik rustig in mijn hooibergje ben gebleven. Ja, dat doe ik. Ja, maar kijk weer, veel moeilijkheden met Pietje, zegt dan. Ja, ha, ha. Weet je wat jij bent? Jij bent een kat in het broekje. Jij bent een zeepbel. Jij durft niet, jij bent bang dat je nat wordt. Ja. Nou ja, maar ik heb het hem wel beloofd. Nou, en met mijn plu? Ja, kan ik ook tegen Piet zeggen natuurlijk. Kijk eens Piet, ik kon er niet doorheen, want mijn plutje... is aan alle kanten gescheurd. Hier, er zit geen heel meer aan. Dan word ik nog drijfnat. Ja, natuurlijk, ik zeg gewoon, weet je wat, ik kon er niet doorheen. Mijn pluutje zat vol met gaten en dan word ik nog nat. En dan kan ik niet gebruiken. En dan kan ik net zo goed zonder pluutje lopen. Maar ja, ik heb het natuurlijk wel beloofd. En beloofd is beloofd. Nou, wat doen we dan? Dan gaan we er toch maar uit. De beste plu die ik ooit heb gehad. Brrrr. Wat verschrikkelijk, alles loopt mee in de nek. Nee, zeg Sweet, ben je nou toch met dat noodweer nog gekomen? Wat is dat nou, zeg? Hint, jongen, wat zie je eruit? Jij, kijk nou toch eens eventjes. Nee. Dat kan je toch niet maken, hè? Om je zo in een afdruipbakje te zetten. En wat heb je daar boven je hoofd? Noem je dat een paraplu? Dat is meer een geraamte. Nou zeg, nou. En waarom zeg je nou niks? Hé, waarom zeg je niks? Waarom kijk je zo beteuterd? Ach man, had toch lekker in je hooibergje gebleven, hè? Ik had vandaag je hulp toch niet nodig. Nou. En dat zegt hij. Wees maar rustig in je hooibergje gebleven. Mm. Met dit weer heb ik je hulp toch niet nodig. Ja. Leuk hoor. Mm. Leuk gezicht. Nou, ga hier. Ga zitten. Oh, kijk nou eens. Je knoop. No! Ik heb je knoop. No! Nou, dat is helemaal toch een van mijn laatste knopens van mijn jas getrokken. De laatste knoop? Dat zegt hij ook nog. Ah, wat is dat nou voor aanstelderij? Huh? Nou, hou nou maar eens op met je aanstelderij, hè. Wat is dat nou, je jaagt een fatsoenlijk burger de stuipen op het lijf? Ga zitten. Wat is er nou weer? Ga zitten. Nee, ik wil niet zitten. Jij hebt niks te willen, jij gaat zitten. Ja, maar ik wil, wat heb je opeens? Ja, ik heb het en jij hebt het ook. Wat heb ik dan? Ga eens opstaan, vlug opstaan. Ja, leg je hand nou eens op je zitvlakje. Wat voel je dan? Wat heb je dan? Ik ben helemaal nat. Ja, je hebt raak genomen, hè? Jij zit helemaal van boven tot onder nat, hè? Ja. En nou heb ik het ook, ja. Nou, ik zal even anders vertellen. Ik trotseer dit noodweer. Ik waag mijn leven om hier naartoe te komen. En omdat ik het beloofd had om je te zullen helpen. Wat zegt meneer dan? Was maar in je hooibergje gebleven? Ja. Want met dit weer heb ik jouw hulp niet nodig. Nee. Nou. Dat is een hartelijke ontvangst, hoor. Bijzonder gattig ben jij. Hartelijke ontvangst. En voor zo'n vriend, loop ik maar uit. Ja, maar zo bedoelde ik het niet. Nee, dat begrijp ik, maar je zegt het wel zo. Ja. Een kost brood. Wat?
Ik heb pas nog niks kunnen eten. Ik rammel helemaal. Een kort brood? Kort brood. Maar nee. Nee? Weet je heb je geen kort brood? Nee, weet je wat ik ga doen? Weet ik veel. Nee, ik ga een paar spiegeleitjes voor jou bakken. Ja, zeker. En een kopje heetje thee zetten. Ja, dat zou je even opknappen. Dat is andere taal. Nou ken ik je weer. Daar heb ik best trek in. En dan zet ik de pieteroliekachel hier neer. En een beetje hoog, hè. Dan kan je een beetje leggen te verdrogen. Ik een beetje leggen te verdrogen. Dat is helemaal een kop in. Nou ja, ciao. Je baas heeft wel een natte broek, want het is een beste kerel. Dat ik groter was, groot zijn dat wens ik zozeer. Moeder lief was ik maar groot genoeg, liep in de regen nooit meer. Zo is dat. Hey! Veldwachter, jij rook zeker dat ik met de koffie bezig was, hè? Oh, graag, juffrouw Saartje, wat een weer. Verschrikkelijk. Je hebt je helemaal nat laten regenen. Ja, je kan je toch moeilijk droog laten regenen, je verzachtje. Nee, als het zulk weer is, hè, dan zouden we best een kantoorbaantje willen hebben. U weet wel van zo'n gewone klerk. Ja. Het is ook geen weer om naar buiten te gaan. Nee, dat zei Cornelia ook al. Maar ja, jullie vrouwen hebben makkelijk praten. Maar ik als veldwachter, ja, ik moet wel. Ah, veldwachter. Oh, dat ligt er niet om, hè. Nee, ik hoef je niet te vragen of het regent. Wat een hondenbanen, meneer. Ja, het ziet er ook niet uit dat het gauw beter wordt, Saartje. Nee, en dan moet hij zijn ronde ook nog lopen. Ja, daar ben ik veldwachter voor. Dat is mijn plichtje, van Saartje. Dat is mannentaal, veldwachter. Maar met dit noodweer blijf jij voorlopig maar in de keuken, hè? Ik zal je wat schrijfwerk geven. Ja, tenminste, als Saartje daar geen bezwaar tegen maakt. Ik, meneer, natuurlijk niet. Veldwachter, hang je jas bij de kachel, dan kan ze lekker drogen. Ja, dat wil zeggen, als ik de edel achtbare niet vergalopeer... Vergalopeer? Ja, meneer. Oh, juist, ja, vergalopeer. Nee, je vergalopeert me niet, hoor, veldwachter. Zeg, loop even met hem mee naar de zitkamer, dan zal ik je huiswerk geven. En schraap je dat dit ons dadelijk op een heerlijk kopje koffie. Oh, meneer, een ogenblikje geduld. Zo, kijk eens, dan kan die lekker drogen. Oh, zo, hè? Ja. Zo, nou zeg, heerlijk. Nee, lui, anders eerst mee om je werk te halen. Oh, ja, natuurlijk, meneer. Natuurlijk. Nou, je boft, hè, dat er meneer thuis is. Kan je lekker binnen blijven. Nou, eerlijk gezegd kan het mij dus wel schelen dat het zo hard regent. Je verzuurt, je kan er wel tegen. Maar kijk, voor mijn uniform en voor mijn cape, hè. Daar maak ik me nou echt zorgen over. Ikzelf. Ja. Je verzuurt, je kan wel tegen een druppeltje, hoor. En dan, als veldwachter, dan ben je... Dan valt mijn aanbod van daarnet nou letterlijk in het water. Wat? Hoe bedoelt u dat, meneer? Moet je teleurstellen, veldwachter. Je zult erop uit moeten trekken en niet zo'n klein eindje ook. Hoezo? Is er wat gebeurd, meneer? Ja, ik kreeg bericht dat er in de bocht van de molendijk een automobiel tegen de pui van een huis is aangereden. Die heeft daar blijkbaar nogal wat schade aangericht. Zeker te hard gereden. Ja, en dan op zo'n modderige weg. Je zult er rapport van moeten opmaken, veldwachter. Ja, het spijt me voor je. Ik had je zo dolgraag een heerlijke warme keuken en een heerlijk kopje koffie gezet. Maar ja, starten. Hè? Dank u wel, meneer. Wat vervelend nou weer, veldwachter. Ja. De ongelegenste manieren gaan de auto tegen niks de band. Niks aan te doen, je verzuurtje. Zal ik je even helpen? Nou, laat moeten het nou niet te krijgen met de handjes. Nee, laat ik het zelf maar doen. Dat ding dat drijft, juffrouw Saartje. Oh. Ja, eerlijk gezegd, zoiets kan alleen mij maar overkomen, hè? Veldwachter. Ja, juffrouw Saartje. Als ik, als ik je nou eens een plu leende. Een paraplu? Ja. Een paraplu? En me dan zeker belachelijk maken? Nee, juffrouw Saartje, dat is nou net een vlag op een modderschuit. Oh, je wil jezelf toch niet vergelijken met een modderschuit? Wat zegt u daar? Maakt u mij uit voor een modderschuit, juffrouw Saartje? Oh nee, het zijn je eigen woorden. Als de paraplu een vlag is, dan ben jij de modderschuit. Zo. Niemand begrijpt me hier, hè? Nooit. Niemand. Niemand. Nou. Moppert hij nou? Dat is toch maar een grapje. Nou ja, het valt ook niet mee met het hondenweer. Arme Brompot. Zo, dat zit erin. Het was lekker, hè, Piet. Ja? Maar je tikt voor me haar, hoor. Ik heb het buikje vol. Ja, nou kan je er weer tegen. Ja, fijn. Nou ja, het honger als een paard, zeg. Ja, twee paarden. Ja, dat leek wel zo. Want weet je wat je allemaal opgegeten hebt? Geen idee. Nou, 5 spiegeleieren met brood. En toen nog weer 3 koppen hete thee. Het regent buiten ook al zo. En dan nog een glas hete melk. Ook nog een glas hete melk? Ja. Jongen. Dat is heel wat, hè? Dus ik heb heel wat naar binnen zitten smikkelen. Ja. Nou, goed. Het was lekker. In ieder geval, nou dan gaan we weer. Als je toch niets meer moet doen. Maar dan blijf nog even zitten, zeg. Toch lekker gezellig. Wat is dat nou, hè?
ging net zo lekker. Nee, ik kan niet. Ik kruip de Mooiberg niet meer in. Ik ga naar huis. Ik loop gelijk even langs de Bakkert. De Bakkert? De Bakkert. Wat moet je daar? Voor een half broodje. Oh, nou, ja. Wacht eens eventjes. Het regent maar. Heb jij voor mij een tasje te leen? Een tasje? Een tasje. Moet je nou een... Ik vraag geen tasje, een tasje ja, te leen. Ja, ik versta je wel, ja. Oh. Nou, ik zal eens even kijken. Ja, kijk jij eens even. Een tasje, dat moet ik wel hebben. Dat moet hij hebben. Hij moet een tasje hebben. Een makkelijk tasje. Ja, een beetje makkelijk tasje graag. Ja. Ja. Nee, dat is een groot liters tasje. Dat gaat niet, hè. Oh, wacht, hier. Ah. Ja. Hé, hey, wat? Ja. Zou het hierin komen? Ah, man, prachtig hoor. Dat is voor elkaar. Ja. Nou, bedankt. En jij ook bedankt. Waarvoor? Voor de natte broek. Smeer een pijp. Nou goed, als het beer een beetje betert, dan kom je wel weer terug, hè? Ja, dan kom ik je nog eens een keer helpen. Hè? Dat wil zeggen, ja, voor je spiegelaartjes afhelpen. Ja. De groeten die beer. Bedankt, beer. Precies. Ja, je bent welkom, hoor. Hé, hey, je zwiep. Je vlu. Hé, hey, laat maar. Dat is een cadeautje. Oh. Het is een waardevol stuk antiek. Ja, voor me klaar. Jongen. Waardevol. Ik moet je kijken, Jaco. De vlieg van Sweep. Jongen. Nou, die zullen we maar voor zorgvuldig in de brandkast zetten. Hij mocht dus gestolen worden, hè? Ga toch even bij de kachel zitten, dan kan je jasje wat drogen. Wel, nee, dat is helemaal niet nodig. Als ik naar buiten kom, is mijn jasje toch weer zo nat. Ik kan alleen maar even een goede dag zeggen. En dan moet ik eventjes naar de bakker half broodje halen. Nou, het zal toch wel eens ophouden met regenen? Ja, over 4 maanden misschien. Nou, ga ik heus, hoor. Als ik je nou eens een paraplu leen. En jij zelf dan? Geen sprake van. Ik heb nog wel een andere. Hoezo? Ik heb er een cadeau gekregen van de barones. Een plu van de barones? Ja. Zit alleen maar een klein scheurtje in. Nou, graag dan. Alleen, Wat? Het is een damesparaplu. Nou, dat zou mijn zorg wezen. Ja, maar hij is erg opzichtig, hoor. Hij is rood. Ha! Dat is opwindend. Een rode plu. Nou, laat hem maar gauw zien. Oh, wat een enige plu. Ja, vind ik niet gek. Wat een lekker kleurtje. Oh, zalige kleur. Ja, dat kan echt niet, Sweeper. Durf je dat nou heus? Nou, er is ook niks aan te durven zetten, natuurlijk. Toch een heerlijke plu. Ja, maar het staat echt gek, hoor. Nou, dat past juist bij me. Nee hoor, ik hou hem niet meer mee. Ik zal wel zorgen dat je hem weer heel hard terugkrijgt. Maar nu ga ik er echt vandoor, mijn tasje verpakken en boodschapje doen. Maar het was echt als een grapje bedoeld. Nou, ik vind het een enig grapje. Dolletje zo heet. Ik ga er gewoon vandoor. En bedankt voor de plu, hè. Ja. Dag hoor, zijn. Nee, maar kijk nu toch eens even. Wie hebben we daar? Als dat Bron niet is, heet ik geen Zwiepje. Haha, nou zou je het hebben. Krijgen we nou? Nee, maar. Van boven vrouw en van onder een man. Hé, hey, wacht eens even. Dat is geen zuivere koffie. Daar gaan we eens even op af. Nee, maar kijk nu toch eens even onze Bromsner. Hoe maak je het, beste man? Wat een allerbelabberd weer is het op het ogenblik, hè? Nou, wat heb jij daar in je hand? Oh, wat wil je in mijn hand? Nieuwe Bromsner, ik heb het nog eens een tasje. Ik heb een tasje. Ik moet even boodschappen doen. Ik moet even naar de bakker en alle bruintje halen en twee riepen chocola. Kijk nu niet meteen weer zo hebberig. Ik bedoel die andere hand. Hè? Ja. Mijn andere hand. Nou ja, dat is ook een vraag, zeg. Een heerlijk parapluutje. Je hebt al eens een parapluutje gezien, hè? Ja, maar hoe kom jij aan die paraplu, hè? Wat ben je weer nieuwsgierig? Rakkertje. Nou, krijg ik nou antwoord, ja of nee? Krijg jij antwoord? Van wie krijg jij antwoord? Van jou en van iemand anders. Ja, nou, de groeten, ik ga er maar even door. Nou, voor de laatste maal. Nou, kom je aan die paraplu? Oh, jij wil het adres weten, hè? Nou, jij wil ook zo'n parapluutje hebben. Nou, maar het adres verklappen we niet, hoor. Oh, dus geen antwoord, hè? Nee. Ja, maar eens eerlijk op, mannetje. Jij hebt die paraplu natuurlijk gestolen, hè? Hoe kom je daar nou bij? Een dame steelt niet. Oh, nee? Nee. Nou, dan neem ik die paraplu in beslag. Jij neemt niks in beslag. Je neemt wel in beslag. Niks in beslag. Je gaat wel in beslag, begrijp je? Nee, kom hier, mijn paraplu. Zo. Oh. Zo. Heb je nou je zin? Hè? Oh! Weet jij
jij wat je daar gedaan hebt? Dat interesseert me niks, man. Oh, nee? Nee. Dat is de plu van de barones. Ja. Ja. Van de... Dat is de plu van de barones. Oh. Begrijp je dat? Maar dat is verschrikkelijk. Zo. En die neem ik mee, begrijp je wel? Die gooi ik gewoon in het kanaal. Die krijg je ook niet meer terug, begrijp je dat? En daar een beetje mijn plu en mijn boodschappen, mijn brood in het water. En die sabel die steek ik diep in het hooi. En die... Nou, kom, wat even kom. Jij ook altijd met je gezeur. Waar de plu van de barones en die sabel? Nee, kom hier met die sabel, zeg ik je. Ogenblikkelijk in ander wet. Nou, allen duvels, kijk nu toch eens even. Drijf met het sop van het water. Nou, dat heb ik ook in die mooie koddebeier te danken. Hier, kijk eens even. Drijf met... Lijkt wel viesvoer. Nou, meneer Bronsnor. Ja, u wordt weer bedankt. Boe. Mijn mesje is zelfs helemaal vies. Ja. Boah. Yes. Yeah. We hebben niks te eten ook. Altijd wat bijzonders met die man. Koddebeier. Nee, ik ga je wat anders vertellen. Meneer Bronsnor, zo makkelijk kom jij niet van me af. En die sabel, daar kun je verlopen naar fluiten. Die blijft hier. Ja. Mijn bloedje kapot. Mijn bloedje, niet mijn bloedje. Het bloedje van Saar. Het bloedje van de barones. Ja, daar ga je weer wat van beleven. Trammeland met Saar. Trammeland met de adel. Oh, maar ik krijg het hoor. Wacht maar. Meneer Bronsnor, ik zal je aan je eigen sabel vastleggen. Nou is het genoeg. Krijg een doeltje. Hey, kijk daar eens. Daar hebben we de veldwachter. Jonge veldwachter. Jongen, wat een eer zeg. Goedemorgen. Goedemorgen? Ja, zeg dat wel. Goedemorgen. Ja. Nou, dat klinkt een beetje zuinig, veldwachter. Heb je ruzie met je van Cornelia gehad? Of heeft ze misschien de deur uitgezet? Jongen, en dan met dit weer. Helemaal geen ruzie met Cornelia. En hou nou alsjeblieft je praatjes voor je. Ja, maak je niks te doen, want het is maar een grappetje. Grapje? Ja. Hou niet van die grapjes. Ja. Van Dijk? Hey. Ja, wat is er? Ik moet een paraplu hebben. Een paraplu? Ja, weet jij nou niet wat een paraplu is? Ja, ik weet wel wat een paraplu is. Wat is dat nou? Ja, nou, een paraplu. Ik heb al enkel... Mijn damesplu, want ik heb geen enkele herenplu. Dat is juist goed, ik moet een damesparaplu hebben. Oh, ja. Ik moet een rode paraplu. Hey, kijk toch uit, man. Het is hier donker. Kijk uit. Donker? Het is hier een rotzooi. Ja, nou, rustig. Kijk, hier allemaal stof. Ja. Allemaal stof. Ja. En dan blijft allemaal kleven aan mijn natte cape. En hier aan mijn uniform. Ja, wacht even. Doe je cape even uit. Zet ik hem eventjes bij de kachel. Helemaal geen cape uit. Geef jij me nou een rode paraplu. Oh, een rode paraplu. Ja. Ja, dat weet ik wel. Nou, kijk eens aan. Ik kan een rode paraplu niet hebben. Ja. Voor je, zou je van opknappen. Nou, maar die man van u, die zal er van lusten. Oh, stil dan eens eventjes, ja. Hè. Nou, geef er bij de verhaal meer. Ik doe de vragen en jij geeft de antwoord. Afgesproken. Jawel, juffrouw Cornelia. Nou, neem dan meestal eens wat koffie, zo warm is hij niet meer. Kom hier als een wilde man binnenstuiven. Ja, nou kan ook niks doen, de voordeur stond open. Nou, ik wou een paar matjes kloppen. Nou, maar die maar man... dat zijn toch geen manieren van jou? Die man van u. Oh, stil jij, hè. Ik zou vragen en jij geeft aan. Ja, nou. Goed. Koffie lekker? Ja, heerlijk. Goed. Jij had dus een paraplu te leen gekregen van je Saartje en daarmee was jij op weg naar huis. Nee, op weg naar mijn hooiberg. Op weg naar je hooiberg. En niet alleen met de paraplu van Saar, ik had ook nog een tas met een half broodje. Ook nog een tas met een half broodje erin. Nou, goed. Toen kwam je mijn man op de landweg tegen en die vroeg jou wat jou in je hand had. Ja, hij vroeg het wel, maar hoe vroeg het je van Cornelia? Hoe?
Doe nou, daar ga je toch geen ruzie over maken. Nee, ik niet, nee, ik niet, nee. Maar de hoeder het helemaal niet te vragen, hij kon het toch zien? Nou, daar bedoelt hij toch niks kwaads mee. Haha, dat dacht u, dat dacht u, dat dacht u, dat dacht u. Haha, die man is niet alleen stinkend jaloers, hij is ook nog kwaaddenkerig. Oh. Hij is kwaaddenkerig, ik ben goeddenkerig. Ja, nou, jij bent ook niet zo liefetje, hoor. Ik niet lief? Nou ja, in de meeste gevallen wel, tenminste. Ja, precies. Nou, oh, vertel eens, wat heeft mijn man jou nou voor kwaads gedaan? Ja. Eerst iets kwaads gezegd en toen iets kwaads gedaan. Maar wat deed hij dan? Hij keek me eerst wantrouwig aan en toen zei hij... Hoe kom jij aan die plu? Hoe kom jij aan die... Daar heeft hij niks mee te maken. Daar gaat hem helemaal niks aan. En toen deed hij het. Wat deed hij nou? Hij stond voor me en toen greep hij waar je greep hij zo de paraplu. Ja. En dan stond hij te sjorren. Maar ik hield het ding natuurlijk stijf op vijf en ik denk, ja, graag mijn paraplu niet. Ja. Maar hij stond met de rukken, de rukken, de rest. En opeens, rak, knap, rak, boem, hop, paraplu in stukken. Oh. Wat heb ik toen meteen gedaan? Ik heb een duik genomen. Oh. Ik greep hem de zadel, ring, trok de zadel eruit, ja. En ik heb de zadel meegenomen. Ja. Die zadel is weer. Die man van u is een driftkikker. Nee, en jij bent een liefertje. Ja, nou, nou ja, goed, lievertje, maar goed, alleen als een ander me ziet te jennen. Zeg, waar is die sabel nu? Veilig opgeborgen. Oh. En wat wil je dan dat er nu gaat gebeuren, Sliepertje? Ja, nou, dat is het. Wat nou, wat? Ja, één ding is zeker. Huh? Mijn man moet die paraplu vergoeden. Dat gaat er niet om. Wat moet ik nou met Saar? Wat moet ik met je Saar? Die durf ik niet meer onder de ogen te komen. Nou ja, ik ga mijn man vragen om naar juffrouw Saartje te gaan en haar de hele waarheid. Oh nee, geen sprake van. En met mij een beetje zwart maken in de ogen van Saar. Ja, dat ken ik. Oh nee hoor, dan ken jij mijn man niet. Als die overtuigd is van zijn ongelijk, dan komt hij daar rond vooruit. Huh? Je schijnt hem nog beter te kennen dan ik. Ja, natuurlijk. Nou, ben je nou tevreden? Ja. Hè? En wat gaat er nou met die sabel gebeuren? Met die sabel? Als alles weer goed is, dan kan hij hem van me terugkrijgen, dat beloof ik u. Goed zo. Ja, dan ga ik maar. Zeg, Zwiebertje. Ja? Wil je weer kwaaddenkerig zijn, hoor? Nee, van nu denk ik alleen maar goed. Dag, lieve Cornelia. En bedankt voor de koffie. Tot ziens. Ik moet toch eens ernstig met mijn brommetje praten. Als dat maar goed afloopt. Ik had het wel eens willen zien toen die paraplu in fladder ging. Wat nou? Dat valt helemaal niet. Ik start in elkaar van de doffe ellende. Nou ja... Je Saartje is je beste vriendin, die zou je niet opeten, hoor. Nee, dat weet ik ook wel. Maar het is een cadeau voor Saar. Hm. Het is een cadeau van de barones, een adellijk cadeau. En ik had er wel zo beloofd. En er moeten beloven dat ik er erg voorzichtig mee zou wezen. Nou ja, dan biecht je er alles eerlijk op. Ten slotte jouw schuld niet. Nee, maar ik heb moeilijk broerstof van alles de schuld geven. Nou, hij heeft van alles de schuld. Nou, nee, dat is te zeggen. Ik heb hem een beetje staan treiten en toen sprong hij bijna uit zijn vel van kwaadheid. Nee, we hebben eigenlijk allebei schuld. Oh, en dat heb je eerlijk verteld aan juffrouw Cornelia? Nee, natuurlijk niet, want ik was nog zo wild woest toen ik bij het mens binnenkwam. Alleen na dat gesprek met juffrouw Cornelia. Ja, toen voelde jij nattigheid, dat begrijp ik. Het is een aardig mens, begrijp je wel? Ja, dat is het zeker, ja. Zeg, en hoe durfde je nou met die sabel over de straat te lopen? Nou, dat was niet zo moeilijk. Maar nee, dat ding hier zo. Maar ik wilde het niemand laten zien, dus ik heb hem... Gewoon in mijn broekspijp laten glijden. Zo, kijk, daar ziet die jas eroverheen. Ik liep wel een beetje ongelukkig met een stijf been. Maar het ging. He, ik deed mijn struik dit ook af en toe, omdat ik dat ene been niet zo gauw kwijt kon. Maar voor de rest ging het best. Je had je been wel af kunnen hakken. Hij maakt het toch niet zo griezelig. De dingen zo bot als wat. Wat nou? Ja, wat nou? Piet, wat nou? Ja, zal ik jou eens wat vertellen? Brom is hier geweest. Wat? Ja. Op zoek naar mij? Nee, op zoek naar een rode paraplu. Naar een rode paraplu? Ja, hij wou er eentje kopen, maar ik had er geen. Heb je ook gezegd waar hij hem voor nodig had? Nee, hij doet altijd vreselijk geheimzinnig, dat weet je wel. Nee. En je had geen plu? Ik had geen plu. Ja. Nou, daar zitten we mooi mee. Ja. Ik weet het niet meer. Ik zie het niet meer zitten. Ja. Wat was je nou van plan te doen? Dat zeg ik je toch? Ik weet het niet! Ik weet het niet meer! Ja. Ik weet het niet meer.
Zeg, ik zou zeggen, blijf jij lekker hier. Of ga even in het achterkamertje lekker uitrosten, hè? Dat moet je doen. Vervelend je soms? Nee, helemaal niet. Maar er schiet me een ene te binnen dat ik nog een boodschap moet doen. Ja, oh. Ik ben zo terug. Het zal misschien 10 minuten, een kwartiertje duren. Oh jee. Maar dan ben ik er weer. Ja, goed. Ja. Nou, weet je wat, dan ga ik inderdaad zo gauw in het achterkamertje. Stel je voor, Brons, dan komt er opeens binnen huppelen. Nou, nee, dan doe ik de deur wel op slot. De deur, ja hoor. Nee, ga jij maar lekkertjes. Hè? Even uitrusten. Ja. Ja, ik ben zo terug. He? Oh ja, en dan legt een pakje met de stroopwaffeltjes legt er op tafel. Mag je helemaal opeten? Ja. Je bel. Nou, laat maar. Dat maken we straks wel. Hey. Ja. Oh. Nou, wat zegt u ervan, meneer? Heel aardige vriendendienst van onze Van Dijk. Weet we tenminste hoe de vork in de steel zit, hè? Ach ja, het was maar één dom misverstand. het zoveelste misverstand tussen die twee. Zullen ze een lesje ook nooit eens leren, ja. Saartje? Nou, ik vrees maar niet, meneer. Maar het gek is, als het op aankomt, hebben ze helemaal geen hekel aan elkaar. Ja. Oh, nee. Het is krek wat je van Saartje zegt. Maar zegt u ze dat alsjeblieft niet recht in de gezicht, want dan vliegen ze elkaar weer in de haren. Ja, Saartje, maar hoe moet het nou met die paraplu van jou? Ach, meneer, het is natuurlijk wel jammer, maar ja, die plu gebruik ik nooit. Dat is een rode plu, veel te opzichtig. Ja, en hoe moet het dan met die sabel? Ja. Ja, zegt u het maar. Meneer, Subertje moet hem direct aan de veldwachter teruggeven. Nee, Van Dijk, laat hij maar hier brengen. Hier op het gemeentehuis? Nee, geen kwestie van hier bij mij thuis. Leg jij hem dan zo lang achter mijn bureau, hè, Saartje? Achter uw bureau, meneer? Wat wilt u dan doen? Dat zullen we wel zien. Goed dat je me geroepen hebt, Saartje. En jij, Van Dijk, heel verstandig dat je ons allemaal even kan vertellen. Ja, graag gedaan, meneer burgemeester. Tot ziens, burgemeester. Tot ziens. Je Saartje, mijn boodschap is gedaan. Ja. Ik stap maar weer eens op, hoor. Oh ja, Piet. Hij zegt het, vertel het gauw aan Sieber. Ja. Hij zit anders zo lang in angst. Nou, maar dat hoeft nou zo lang niet meer te duren, hoor. Op de burgemeester kennen we wel op aan, hè? Tot ziens, hoor. Ja. Ja. Lange 10 minuten, Malle. Ja, het is een stief kwartiertje geworden, maar ja, daar kan ik niks aan doen. Heb je verveeld? Nee hoor, ik heb een leuk portret gemaakt. Moet je in je etalage hangen. Dat is Brom, weg met dat ding. Wel, nee man, dat is het mooiste uithangbord wat je hier maar denken kan. Nee, dat is ophitsing tegen de overheid. Je ruïneert me. Wel nee, dat is het mooiste klantentrekkertje, man. Het hele dorp loopt uit, iedereen komt in je winkeltje kijken. Nee hoor, dat doe je maar in je hooibergje hoor. Nee hoor, hier niet gezien. En ga alsjeblieft zitten. Jongen. Ja. Het is trek, wat doe je? Geheimzinnig. Ga zitten. Heb je wat? Ik heb wat, ja. Oh, nou, ik zit met de arm over elkaar. Ja. Ik moet jou wat vertellen. Aha, ome Piet vertelt sprookjes. Nee, het is een waar gebeurde geschiedenis. Nou, ik ben een en al oor. Ik ben bij je Saartje geweest. Wat jij bent bij Saartje? Wat heb jij bij Saartje? Dat zal hem uit driftkop aan je snuit, alsjeblieft. Ik ben bij juffrouw Saartje geweest, jazeker. En ik heb er alles uitgelegen. En ze was helemaal niet boos. En de edelachtbare... Ja, het edelachtbare... Het stuit dicht. De edelachtbare was ook helemaal niet boos. Hè? Alles koekenij. Ja, alleen op één voorwaarde. Dat ik me nooit meer laat zien, zeker? Dat je je juist heel gauw laat zien. Oh. Maar... Of hangen de pootjes terugkomen, zeker? Nee. Met de sabel, want die wil de edelachtbare terug hebben. Wat moet de edelachtbare nou met die sabel? Het laatste wapen laat ik me nou uit mijn handen nemen. Nee, helemaal niet. Helemaal geen laatste wapen. Je hebt gewoon met te doen. Heel eenvoudig, hè. Tenminste, als je het fijn wil houden. Ja. Dus ik moet jou eigenlijk nog dankbaar wezen. Nou, dat hoeft nou ook per se niet. Dat weet je wel. Nou ja. Ik ben het toch, Piet. Ja. Ik ga meteen. Nee, wacht nou even. Nou, zou je nou niet eens een beetje opfatsoeneren? Of... Zo kan je toch niet onder de ogen van je Saartje komen? Je lijkt wel uit een konijnenhol gekropen te zijn. Nou daar zeg, Saartje kent me langer dan vandaag. Dat is... Goed, ik ga me wel fatsoeneren. Ja, ga maar. Uit konijnenhol gekropen zijn. Ja, maar eens eventjes lekker je opfatsoeneren. En dan zal ik de sabel inpakken. Ja. Hè? En dan... Moeten we dan met Brom beginnen? Nou, dat laat je maar aan de edelachtbare over. Nou ja. Open. Open.
nee, 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 nee. Jij moet niet alle schuld op Zuurtje schuiven. Jouw gedrag was verre van verstandig. Oh ja, als hij mij vanmorgen direct antwoord gegeven had. Oh, als jij eens alles op een andere toon vroeg. Oh ja, ik ben de veldwachter. Jij moet eens een beetje meer mens zijn. Wat zeg je daar? Wil jij beweren dat ik... Oh, wij kennen elkaar langer dan vandaag, hè. Jij mag graag een beetje tegen Zwiebertje snauwen. Ik zal jou in vervolg snauwerd noemen. Oh ja, als hij die... Als je me nou eens even liet uitpraten, hè. Zeg, luister eens, wie is hier nou feitelijk de baas in huis? Jij niet. En ik niet. Geen van beiden. Ik ben hier nog altijd de man, hoor. En ik ben hier de vrouw die veel van haar man houdt. En ik wil niet hebben dat jij in de narigheid komt. In de narigheid, ik die niet anders dan mijn plicht doet. Mijn plicht als veldwachter. Jij bent buiten je boekje gegaan met de paraplu van je Versaatje. Was helemaal de paraplu van je Versaatje niet, die was van de barones. Een cadeau van de baronesse, je Versaatje, domkop. Wat zeg je nou? Oh. Ja. Dan heb ik er niet alleen aan de stok met de barones, maar ook nog met je Versaatje en Cornelia. Ook nog met de burgemeester. Ja, en met nog iemand. Nog iemand. Wie dan? Zwiebertje. Zwiebertje? Ja. Oh, omdat die zwerver hier geweest is om jou te vleien, hè, trek jij direct maar partij voor hem, hè? Nee, Brom. Ik heb gezegd, ik wil niet hebben dat jij in de narigheid komt. Hm. Hè? Ja. Maar hoe? Nou, als jij nou eens doet wat ik zeg... Dan komt alles best op zijn pootjes terecht. Geloof ik ook wel, maar wat moet ik dan doen? Jij gaat nu meteen naar juffrouw Saartje en biecht daar de hele waarheid op. Ja, ja. Maar hoe moet het dan met de burgemeester, Cornelia? Ach, die hoeft er toch niks van te weten. Als je dan maar meteen gaat, hè? Ja, ja. En haast je. Ja, ja, dan. Oh, Cornelia. Hoe moet het dan met mijn sabel? Je sabel? Oh, ja. Dat komt best terecht, zeg. Je Versaatje die kan net zo verstandig met Zwiebertje praten als ik met jou. Ja, hè? Ja, misschien heb je nog wel gelijk ook. Zeg, lieverd. Ja, wat is er nou weer? Als jij Zwiebertje nou ziet, hè? Ja. Dan hoef je niet zo boos te kijken. Ja, wat nou als ik Zwiebertje zie? Dan nodig je hem en je Versaatje vanavond uit. Ga een gezellig avondje van maken. Is alles hier in orde? Nou, dat weet ik zo net nog niet, hoor. Ik moet eerst mijn sabel terug hebben, Cornelia. Nou, nou ja, goed, ik ga nu maar. Oh, kijk dat toch weer eens. Verschrikkelijk. Nou, dag. Dag. Zo. En dan ga ik eerst je Versaatje opbellen. En leg er alles even uit. Ja, dat doe ik. Die juffrouw Cornelia toch. Dus onze veldwachter is onderweg hier naartoe. Ja, meneer. En ik moet net doen of ik helemaal van niets weet. Zeg, je weet alles al van Dijk. En u ook nog van haar. Zeg, maar Zwieber is ook onderweg hier naartoe. Heb je er wel aan gedacht, Saartje? Dat ben ik door de opwinding helemaal vergeten, meneer. Oh, daar heb je hem. Ik verdwijn, Saartje. Ja, kom zo. Ja, meneer. Veldwachter. Het is toch etenstijd? Ja, dat zal wel. Ach, weet ik wel. Je was toch dat je geen trek had? Huh? Nou, doe nou, Veldwacht. Je bent toch niet ziek? Ja, zoiets, hè. Ja, ik bedoel... Neem maar stoelen, ga zitten. Ja, dank u wel, juffrouw Saartje. Oh, juffrouw Saartje, ik moet u wat vertellen. Wat? Is er iets ergs gebeurd? Iets ergs? Juffrouw Saartje tegen u gezegd, er is me een ramp overkomen. Een ramp, juffrouw Saartje. Je maakt me helemaal nieuwsgierig. Ja, ik moet u eens luisteren, juffrouw Saartje. Het ging... U heeft toch wel even tijd, hè, juffrouw Saartje? Ja, en of hoor. Vertel me gauw. Nou, het ging zo, juffrouw Saartje. U weet ik vanmorgen opdracht van de burgemeester kreeg van het auto-ongeluk. Ja, je hebt de molenweg. Op de molenweg? Ja. Nou, en op de terugweg, hè, juffrouw Saartje? Ja. Daar... Ah, veldwachter. Oh, de edelachtbare. Dag, nee, maar jij had toch al lang achter de etenspot moeten zitten, zo? Ja, dat zei ik ook, meneer. Maar er is iets ergs gebeurd, zei hij. Ja. Nee. Ga eens opstaan, veldwachter. Kom eens. Ja, meneer. Stuart? Man, wat zie ik nou? Je sabel. Ik heb je sabel toch, hoop ik, niet van horen, veldwachter. Dat wil zeggen, dat... Dat is misschien het ongeluk, meneer, wat hij wil komen vertellen. Oh, maar dat wil ik ook wel eens horen. Ik in de eerste plaats. Nou, vertel op, veldwachter. We luisteren. Ja.
Dan moet het maar, hè, meneer. Ja. Nou, u gaf me vanmorgen opdracht om naar de molenweg te gaan voor dat auto-ongeluk. Ja. En toen ik daar geweest was, toen op de terugweg, meneer, toen gebeurde het. Oh. Nou, hoe zie je eruit? Handjes gewassen, baardje bijgepinkeld, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Ja. Nageltjes geklinerd. Ja, je hebt zelfs je schoenen gepoest. Nou, ja. Ja, kuifje bijgeborsteld, mooi hoor. Ja. Ja, nou, voor mij kan je gaan. Ja, goed, ja. Alleen. Nee. Maar dat vieze natte jasje moet je uittrekken. Ah, zeg, doe me nou plezier, zo'n keurig jasje. Nee, daar kan je niet mee bij de burgemeester komen hoor. Nee, wacht, ik heb een ander. Trek dat eens uit. Ik heb een andere. Hier zo, kijk eens even. Ja. Hè? Trek dat eens aan. Zo, kijk eens aan, stokkelmeters. Nou, wat moet je dan met die mouwen? Ja, nou, dat regel je wel. Een zwiepje zonder handjes. Nou, zo, kijk eens, is beter dan dat natte fotje. Ja, het is veel beter. Ik kan alleen niks meer vasthouden. Jawel, de sabeltje. Daar hangt hem eronder. Onder je arm. Onder mijn arm. En dan, hupsakee, de deur uit. Dan hangt een flap. Goed zo. Zo fijn, hartelijk dank, hè. Opgemarcheerd, hè. Ja, tot ziens, hè. Ja, tot ziens, hoor. Bedankt, hè. Ja, tot kijk. Oh, wacht even. Nou weer. Hé. Zo, een regenjas. Nee, ik moet helemaal geen regenjas. Ja, de lucht is al door midden gebroken. Nee, die regenjas moet... Het droogt en de zon schijnt al. Dat kan wel wezen, maar straks kan het weer losbarsten. Hè? En dan trek je dat maar aan, want anders wordt mijn jasje weer nat. Wel, nee. Als jij maar zuinig op mijn jasje bent. Ja, jij op mijn jasje, hè, smerenpijp. Wat zeg je dan, smerenpijp? Wacht eens even, moet ik jou nog eens eventjes een keer... Nee. Ja, een aag, man. Nou, Brommetje weer helemaal tevreden, hè? Met zijn speelgoeddingetje. Ja. Dat komt dat jij niet begrijpt, Siewertje, wat deze sabel voor mij betekent. Nee, het is jij enige houvast in je veldwachters bestaan. Nou, zonder sabel lijkt je net een geplukte kip. Nou, we gaan er niet klaar. Nou, laat ze nog maar zijn. Die twee doen echt voor elkaar niet om. Zo, de strijdbijl is weer begraven. De twee kamphanen hebben weer vriendschap gesloten. Ja. Nee, Saartje is er erg bekuit afgekomen, hè? Ja. Die is haar mooie rode parapluutje kwijt. Nee, daar gaan Brom en ik iets aan doen. Ja, meneer, want als Cornelia en ik, hè, Zwiep, naar de stad gaan, dan gaan we een nieuwe kopen. Ja, die Brom en ik samen betalen. Maar ik wil helemaal geen nieuwe. En die plu gebruik ik helemaal niet, veel te opzichtig. Dan zorgen Brom en ik voor een nieuwe verrassing voor jou. Hé, Brom? Ja hoor, en of? Nou, sterkte mannen en veldwachter, gauw naar huis, anders vind je dadelijk de hond in de pot. Tot ziens. Heel lang waren. Nog nul. Oh, dat is wel mooi. Fijn dat het weer zo goed tussen jullie tweeën is, hè? Wel, voor zolang het duurt, hè, Brom? Nou, zeg dat wel. Wil je een koekje? Nee, dank u wel. Nee, dank je wel, jullie zaakje. Ga er maar tussen. Zo. Moet je geen koffie ook weer? Nee, dank u. Echt niet. Zo. Dag, mevrouw. Veldwachter. Dag, meneer. Dag, jongeman. Tot ziens, hè. Nou, veldwachter. Oh! Bezwaar ook, dat zou ik vergeten. Zeg, of jij... Nee. Wat? Oh, nee. Of u, juffrouw Saartje, en jij, Zwiebertje, vanavond bij Cornelia en bij mij op bezoek willen komen. Ja, Cornelia laat het ook vragen. Feestje kan feestje. Wat zeg je ervan, Saar? Vanavond? Nou, graag. Nou, zou jij dan eigenlijk eens een beetje lief zijn voor je Zwiebertje? Een beetje? Vreselijk lief. Dag allemaal. Nou, dan ga ik er ook meteen maar vandoor, Saar. Piet even verslag uitbrengen en eindelijk eens een fatsoenlijk jasje aantrekken. Kom je vanavond langshalen? Nou, reken maar. 8 uur sta ik voor de deur. Super. Weet je waar we dan te danken hebben? Nou? Aan die rode plu. Waar zo'n rot plu al niet goed voor is. Tot vanavond. Dag, tot vanavond. Nou, je bent uit te kijken. Twaalf, twee keer. Oh, 12. Komt ze terecht? 8. 8, wat nu? 19, 11, 12. Ja, hoor. Ja, en dan moet je nog mee terug. 59. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nee, kindertjes. Dit is op. 12. Nu moet ik werkelijk gaan. En spoedig kom ik huis weer op. Maar nu is het gedaan. Dat zwerversman leeft echt niet te lang weg. Als je maar even kan, kom dan weer bij ons, zeg. Ja, kindertjes, uit is de pret. Ik ga er weer vandoor. Vanavond allemaal zoet naar bed. En nu tot weer ziens hoor. Thank you.
Ja, kindertjes, uit is de pret. Ik ga er weer vandoor. Vanavond allemaal zoek naar bed. En nu tot weerziens hoor. Dag, Sientje. Dag, kindertjes. Dag, Sientje. Dag, kindertjes. Tot weer.